Wasted. We zijn deze keer op pad geweest om te kijken waar je een tattoo kan laten zetten hier in Den Haag en hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Ook gaan we verder met de Cheerlicious Cheerleaders waarmee we vorige keer geëindigd waren. En zelf ben ik deze week ook op pad gegaan om te kijken waar je lekker kunt gaan eten in Den Haag en waar je vooral lekker niet kunt gaan eten in Den Haag. Verder knallen we er ook nog wat bloopers in en tot slot nemen we een kijkje bij de presentatie van het nieuwe logo van Den Haag. Veel plezier! Hoi, dit is Onno voor Wasted TV en vandaag staan we in Scheveningen. We gaan namelijk een tattoo shop bezoeken. Ja, en er zijn er natuurlijk verschillende in Den Haag aanwezig. Zoals Body Art Studio, Frankly Tattoo Studio, Red Hot Tattoos en Devil's Art. Maar vandaag gaan wij kijken bij Tattoo Shop Scheveningen, oftewel Tattoo Art. En dan gaan we nu naar binnen. Morgen. Morgen. Laten we even voorstellen. Hoi. Hoi. Onno. Voor Wasted TV. Onno. Wat was je naam? Ik hoorde niet. Sebastian. Sebastian. Ja, fantastisch. Je schreef nu. Oké. Maar dat wist je waarschijnlijk dat wel. Dat is al duidelijk. Hoe lang zit je hier al? Ik zit hier nu sinds 6 jaar. Hoe vaak krijg je klanten binnen die zeggen van nou, doe mij maar een standaard plaatje? Nou, het standaard plaatje is eigenlijk steeds minder geworden in de loop der jaren. Mensen zijn wel wat extra vetter geworden, zullen we zeggen, met wat ze willen. Meer gaan nadenken van, joh, gaan ze ook past verder in ideeën? Van ja, ze zijn meer op zoek naar wat past bij mij, wat ben ik echt. Wat gebruik je zelf het liefst? Echt zelfgemaakte tekeningen met potlood en stiften? Ja, puur of de computer? Nee, puur de potlood. Puur de potlood. Ja. Dus jouw tekeningen zijn echt van je eigen hand en niet uit een digitaal machine? Nee, absoluut niet. Nou, heb je ook qua lichaamsdelen plekken gehad dat je denkt van, oh god, moet daar met mijn naald terecht? Ja, die komt overal. Overal? Die komt overal. Wat is het meest rare wat je tegen bent gekomen? Het meest rare? Dat je echt dacht van, oh... Nou, het meest rare is eigenlijk een collega van me geweest. Toen werkte ik toen mee samen en die moest eigenlijk 5 centimeter aan de binnenkant van mijn vagina werken. Die wou 2 initialen hebben van mijn vriend. Je kent natuurlijk niet mooi tatoeëren. Het is ook niet echt makkelijk tatoeëren. Nee. Maar dat is voor mij het vreemdste moment geweest van tatoeëren. Het is dan een soort tablet met een Chinees karakter. Die is dan traditioneel Japans getatoeëerd. Die is ook gesigneerd door de Japaner. Okay. En het is eigenlijk 1 pagina. Je ziet hem ook omgekruld. Het teken is hoen. Dat betekent diepgang. Het heeft met een soort fantasie te maken van jezelf. Okay. Ja, alles draait bij mij in fantasie. Dat is natuurlijk met artistieke tijd. Ja. En je ziet eigenlijk maar 1 pagina. Dus om mij beter te leren kennen, zou je eigenlijk die pagina's om moeten gaan slaan. Hoe zie jij de toekomst van de tattoo? Kleurig. In wat voor zin kleuren? Tatoeëren blijft. Tatoeëren zal altijd blijven. Tatoeëren zal altijd blijven. Het blijft iets moois. Dan gaan we bij deze even afsluiten. Is goed. Hartelijk bedankt voor het leuke interview. Dan gaan we de cameraman pijnigen. We gaan de cameraman pijnigen. Michael, jij bent aan de beurt. Ik ben de lul. Michael, wat heb je uitgekozen? De letter G. Dan zou je denken, waarom een letter G? Ik heb 1 familielid gewoon die het belangrijkste voor me is. En dat is gewoon mijn moeder. Dus vandaar dat ik gewoon een G op mijn lichaam wil hebben. Dus wij gaan je pijnigen. Wij gaan mij pijnigen. Ben je er klaar voor? Ik wel. Nou, de eerste paar minuten zijn altijd het meest vervelend. Ja. Beetje irritant, moet je ervan wennen. Na het lijnen gaan we inkleuren. Dat inkleuren zelf stelt eigenlijk niet zoveel meer voor. De lijnen doen dus het meeste pijn eigenlijk. Ja, die zijn eigenlijk het meest vervelend. Dat is een beetje vergelijken met een krabbel of zo. Ja, oké. Daar gelijk ook mensen het mee. Ja, in feite is de wind natuurlijk een betere tijd om je eigenlijk te laten tatoeëren. Raad je mensen af om bijvoorbeeld die naar een zonnig land gaan of daar eens te laten zetten? Ja, of lekker op het einde van je vakantie, net als je teruggaat. Heb je al spijt? Zeker niet. En Mike? Nou, hij zit er. Het doet bijna geen pijn. Het is alleen die lijntjes even en dat invullen. Voel je eigenlijk haast niks van. Nou, kijk eens man.
Dames, stel jezelf eens even voor aan de kijkers van Wasted. Hallo, ik ben Brenda. Hoi, ik ben Angela. En hoe lang doen jullie dit al? Ik doe het sinds een jaartje ongeveer. Ik doe het nu 9 jaar totaal. Waarom hebben jullie dit gekozen? Want het is niet een alledaags iets wat je zomaar zegt, nou, voor cheerleader. Ja, ik werd door een ander meisje meegenomen om een keertje te kijken. En toen ja, vond ik het eigenlijk meteen hartstikke leuk. Komen jullie ook met dit hele gebeuren vaak in Den Haag? Ja, ik denk de optredens zijn echt overal, zowel Den Haag als in omstreken. Dus daar komen we, en onze promotie vindt ook overal plaats. En dit is ook regelmatig in Den Haag. Weet je wat je doet met de mannelijke kijkers van onze tv-zender eigenlijk? Ze dit zien? Geen idee. Niet over nadenken zeker? Inderdaad, nee. Heel slim antwoord. Dames, bedankt. Ja, ik ben Kelly en ik ben de trainster van Cheerlicious. En hoe ben je dit geworden? Want moet je stijgen in levels of ben je zo, nou, ik ben jullie leidster, tada? Nee, ik dans nu al 5 jaar bij de Amsterdam Admirals cheerleaders. Dat zijn professionele cheerleaders bij Merk Voetbal in de Amsterdam Arena. Wat maakt nou iets een goede cheerleader? Een cheerleader moet vooral enthousiast zijn. En doorzettingsvermogen, want het is echt hard trainen. En je moet er best wel veel voor laten. Binnenkort ga ik lesgeven op het Zegboek College in Den Haag. Nou, dat is wel leuk. Ja, in workshop cheerleaden voor 4 maanden ongeveer aan eerste en tweede klassers. Oké, en is er al een datum bekend inderdaad? Na de tweede week na de herfstvakantie denk ik. Zou je een advertentie willen plaatsen? Ja, tuurlijk. Nee, het gaat via de school. Dus voor alle meisjes die in de eerste of tweede klas zitten op het Zegboek College, jullie zijn welkom. Zou je nog wat tegen de kijkers willen zeggen van Wasted TV? Want je komt er nu zelf natuurlijk ook in. Wat zou je tegen hun willen zeggen? Blijf vooral kijken naar Wasted TV. Het is echt een hele leuke zender. Wordt echt door hele enthousiaste mensen gemaakt. En help ze om bekend te worden. Nou, dankjewel. Dat vind ik een hele eer. Welkom bij Wasted TV. Vandaag gaan we erop uit om te kijken waar mensen een hapje gaan eten. Na het stappen, voor het stappen. En waar ook natuurlijk waar je absoluut niet moet gaan eten. Dus we gaan wat mensen interviewen, vragen waar ze meestal gaan eten, waar ze meestal absoluut niet willen eten. En we gaan ook even een kijkje nemen in een paar tenten. En dan zullen jullie zo wel zien. Daar. Gaat u wel eens uit eten in Den Haag? Nou, ik ben geen Hagenaar, dus zelden. Zelden? Wat jammer, zonde zeg. Ik ben net nog gevraagd of ik een leuk tentje wist in Den Haag. Ik zeg, nou ja, ik weet tegenover, hier zit een heel bekende M. De M, ja, dat is goed, hè? Kijk, hebben wij ook net gegeten. Ideaal, die tent. Dat is een goed tentje in Den Haag. Ga je wel eens uit eten in Den Haag? Ja. Waar dan zoal? Namen van restaurants noemen of... Ja, zoiets. En een weg vind ik wel leuk, plein vind ik wel aardig, maar het eten is kut. Ja, en als je nou een van deze dames mee het eten moet nemen, waar neem je ze dan naartoe? Even naar Scheveningen. Even naar Scheveningen, een romantisch tentje op zoek. Ja, je weet ook, ja. Ja, zoiets. Nou, gezellig. Gaat u wel eens uit eten daarna? Bijna niet. Bijna niet? Hoe komt dat? Ik werk bij de Tweede Kamer en dan kan je heel goedkoop eten. Stel dat je mij mee uit eten moest nemen, waar zou je dan naartoe gaan? Naar het Koerhuis. Naar het Koerhuis, kijk, hè, daar hou ik van. Beetje chic, hartstikke leuk. We zijn nu in de Havana hier in Den Haag. En we gaan eens even kijken hoe het hier uitziet. En of je hier een beetje lekker kunt eten. Ben je wel eens vaker uit eten geweest in Den Haag? In Den Haag? Ja. Waar dan? Zowel? Op het plein. Op het plein in welke tenten dan? Het Binnenhof. Het Binnenhof is dan een tent? Ja, ken je zaken. Ja, is dat zo? Maar als meestal als je interview doet, moet je goed voorbereiden, toch? God, wat zijn we aardig vanavond. Wat ga je zo meteen eten? Vlees. Vlees, wat voor vlees? Ja. Ja, de chicken wings. Chicken wings. Ga je vaker uit eten in Den Haag, of niet? Niet vaak, nee. Niet zo vaak? Vanavond was de gelegenheid vanavond? Ja, gewoon. Ik heb mijn vriendin gemist, zeg maar. Je hebt je vriendin gemist? We staan nu voor het Griekse restaurant Knossos. En het schijnt dat het beste Griekse restaurant hier in Den Haag is. Volgens de Telegraaf, wat je daarvan moet geloven, is natuurlijk een tweede. Maar goed. Ja, we staan nu voor de Piet Patat. En omdat we net zoveel mensen hebben gehoord dat ze na het stappen hier gaan eten, willen we even het eten checken, dus we gaan het even filmen. Ga maar, Mike. Lekker! Een hardwerkende meneer, die zei er ook altijd. Even zwaaien.
Mag ik jou wat vragen? Hoe spreek je? Hoe spreek je? Hoe spreek je? En de microfoon, hoe? Ja, ja. Hoe spreek je? Hoe? Zo close? Ja. Ja, ja, echt? Nou, we sluiten af in de Zwarte Ruiter. We hebben even rondgekeken in Den Haag bij wat eettentjes. Mijn conclusie is voor deze week dat ik de komende maand een aantal eetjes te goed heb. Voor nu zeg ik proost en tot ziens. Ja, tramtunnel is een voorbeeld van hoe mooi het kan worden. Voor Laakhavens Petroleumhaven ja, geldt eigenlijk dat het een verouderde bedrijfsterrein zijn aan een haven. En op een gegeven moment is zo'n gebied dan toe aan een transformatie, aan een omslag. We werken aan Den Haag van de toekomst. Om te zorgen dat onze kinderen in de toekomst ook zullen zeggen, ik blijf in Den Haag wonen. Nou, zult u het echt weten? Ja? Ja. Die heet City of Peace, Justice and Security. Stad van vrede, recht en veiligheid. En dan geleidelijk aankomt in beeld Den Haag, internationale stad aan zee. Ja, het is al gebeurd. Liefde kan je delen en toch is het één. Je kan niet samenleven als je leven niet kan alleen. Ik had de kracht de druk te dragen van mijn idealen alleen. Ik ben macht om mijn geluk te maken of het stuk te maken. Maar deze dame straalde lichtstralen die mijn ogen blind maakten en mijn hart zicht gaven. Een smile op de vlucht geslagen voor de karma. Niet aan te raken als een Fata Morgana. Indo-chick, stijlvol, outfit is sexy. Exotisch en soms weer eenvoudig en baggy. Mijn type precies, tot in de fijne details. Het al je golvend en een glimlach van emaille naar mandelogen. Blik van vertrouwen en open. Te schoon en veelbelovend, dus houd ze gesloten. Maar geloof me, je bent mooi, je leeft. En beloof me één ding, dat je dat nooit opgeeft. De meeste mensen ook vinden het gewoon niks. En we zijn nu even een beetje terug aan het lopen. We gaan richting Haagse Markt. Of naar Haagse Markt. Knip. We gaan weer richting. Dames, mogen wij jullie wat vragen? Hey. Wij zijn van Wasted Television, een nieuw Den Haag online tv-programma. Ja. En we zijn een beetje op zoek naar de leuke plekken om te gaan stappen in Den Haag. Wat vinden jullie ervan? Hoi, Onno. Ze kennen me niet, ze kennen me niet. Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Ik raad het gewoon. Dit was Wasted Television uit het Paard van Troje. We begonnen op 21 september, ondertussen 22 september. En heel relaxed mensen dat we eens geven. Maar... Yo, dit was Wasted. Ik moet morgen om 10:00 op school zijn, weet je. En dat... Goeie prestator weer. Ja, wat op. In deze aflevering gaat Mike. Nee, ik ga niet. Ja. Wacht even. Nee, geen whisky. Het kan zijn dat je nog nooit van ons programma gehoord hebt, maar dat klopt. In deze aflevering. Nee, nou vergeet ik. Ah, nou, ik word het helemaal zat. Echt nu al. Godsamme, oké. Iets verder, wat? Zo. 5 centimeter. Gebruik makend van vernoemde onderzoeksmethode is het volgens hem onmogelijk om ontstaan, vergaan of bestaan aan te wijzen. Dan hoort hij van de theorie van Anaxagoras. Die stelt dat de geest voor ordening zorgt
en de oorzaak van alles is. En dit moet je op dit moment ook niet aan mij vragen. Ja. Ik heb het geschreven. Goed. Loopt hij? De minifilm Red Henk, het interview met de eigenaar van partymania.nl, de opening van een nieuw bedrijf DNA Solutions en de cheerleader. Raar. Zou de tape erop staan? Het is weer tijd voor Wasted. We zijn erg blij dat er toch een paar honderd mensen naar ons programma hebben gekeken. En danken jullie er allemaal even veel voor. Hallo. Nou, dan ben ik klaar voor. Hallo. Hallo. Oké. 3, 2, 1. Veel plezier. Maar ging ook niet zo goed, maar ik maakte een paar minuten. Maar gaat het nu wel snel genoeg, denk je? Ja, top. Okay. Stallen. Juist. Even voorstellen. Dit is onze nieuwe CT-man. Oké, dat is Michael van achter de coulissen. En dit is Stallen. Hè? Was ooit kabeldrager en is nu ICT-man. De belangrijkste man voor mij. Daar kennen jullie hem van. Ja. Oké, knip. Ja. En welkom bij alweer een derde aflevering van Wasted TV. Nee, we zijn nog. Ja. Dit was het alweer. En vanaf nu hebben we een nieuwe internetsite, namelijk wastedtv.nl. Tot slot nog even een woordje van de makers. En van u bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan geef ik nu het woord aan Michael en Onno. En bedankt Eva voor het geven van het woordje aan ons, Michael. Yep. Ja. Wat ging er mis allemaal vorige week? We hadden namelijk afgelopen woensdag of maandag, maar de week daarvoor de aflevering online moeten. Nou, dat ging dus helemaal fout. Maar dan ook helemaal. Echt fout. Ten eerste, we gaan naar de cheerleaders toe. Gewoon even kijken van hoe het daar is. Even lekker filmen, heel die shizzle. Wat gebeurt er nou? Wij komen eraan met de camera. Hij staat helemaal klaar. Ik ben al instructies aan het geven van hoe het moet. Ik liep naar hem toe. En ondertussen begint Mike tegen mij te vertellen wat er allemaal precies gedaan moest worden. Hoe we het gefilmd dan willen hebben, gewoon dat gebeuren, zeg maar. En ik zeg ja. En toen zei hij, de accu ligt eruit. Hij was niet leeg, nee, hij deed het gewoon niet meer. Kut, hè? Echt super buit. Daar stonden we dus voor, hoeveel cheerleaders zijn dat eigenlijk? Ik heb ze niet geteld. 20 waren het. Ja, zoiets. In ieder geval allemaal even lekker. En, mooie dames. Mooie dames, dat zeker. Maar daarom hebben jullie het item in deze aflevering wel gekregen. En voor de volgende aflevering, deze aflevering staat als het goed is op tijd online. Hij staat op tijd online. Hij moet op tijd online staan. Daarom. Om 12 uur op wastedtv.nl, onze nieuwe eindelijk webgeluid. Het goede adres. Inderdaad. Ja, we hadden toch tijd over omdat alles kapot was, dus daarom gingen we dat maar doen. Inderdaad. Nou, we hebben in ieder geval nog één foto kunnen nemen tijdens het hele gebeuren, terwijl we zwaar in de stress zaten. Iets van 6, 7 uur ochtend. Zoiets. We waren redelijk brak en zo zagen wij eruit. Dan gaan we nu denk ik over naar de items van Partymania. Ja. Oké. Okay. Het eerste feest vindt plaats dinsdag 7 november 2006 het feest heet Metal Moods. Het is een dance genre en DJ Gizmo, Peter van Leeuwen, treedt op. 2 euro, 11 tot 3, 21 jaar, is toegelaten in de Club Bamford, Prinsengracht 14 Den Haag. Woensdag 8 november gaan we gewoon naar het Cocoon. Boven heb je live muziek, jam sessions, benedenzaal, CLR C-Night in de club. Het is gratis van 9 tot 3 uur 's avonds. 18 jaar, Cocoon Spuit Den Haag. Donderdag 9 november, ja, dan treedt de Nuclear Family op voor een videoshoot. Dus als je erbij wil zijn, snel zijn. Het kost 5 euro en de zaal gaat open om 8:30. Aanvang 9 uur in het paard van Trooien op de Prinsengracht natuurlijk. Donderdag 9 november 2006, Cocoon. Alweer, weer bovenzaal, jam session, beneden, partyclub, nu met huis DJ Jeroen Smits. 2 euro van 9 tot 5 uur, 18 jaar, Cocoon Spuit. Altijd gezellig bij de Cocoon, blijft altijd leuk. Zaterdag 11 november 2006, René Vroger in concert. Nou, dat wordt feest! Inderdaad, en wie weet is Wasted er ook bij. René Vroger live on stage met band en Vroegettes. Het kost 35 euro via de voorverkoop van ticketservice.nl.
in plaats van 10 tot 4 bij de Asta. Den Haag. Zaterdag 11 november gaan we ook even kijken bij The Sound of Hardstyle. DJ's Robbie, Mugara, Tilo, Chirin, Twilak, MC Shame. 10 euro van 11 tot 5, 17 jaar moet je zeker zijn. Discotheek De Marathon, lekker klassiek. En wij zijn er ook. Dat is de bedoeling. Zaterdag 11 november, Kraak en Smaak, albumtour, funpop, 10 euro. De zaal gaat open om 8 uur en de aanvang is om 8:30. Paard van Troje weer op de Prinsengracht. We doen het onwijs veel. Zaterdag 11 november 2006, Studio 14 Dance. DJ's Wallis, Mike Martillo, Richard, Batakis, Timo, Lero Joy. 6 euro van 11 tot 4:30. 21 jaar moet je zijn in de Club van Voor, Prinsengracht 12. Zaterdag 11 november naar de Marathon met The Sound of Hardstyle. DJ's Robbie Magura, Tilo, Chiren, Trilok, MC M. Shane. Het kost 10 euro, het is van 11 tot 5 en je moet 17 jaar zijn. Discotheek Marathon, Wijndalerweg. Beetje hakken. Zaterdag 11 november, Kraak in Smaak, Album Tour, Funkpop. 10 eurotjes en de zaal gaat open om 8 uur. Nou, wel gezellig toch? Paard en Trooien, Prinsengracht. Dan 12 november, ik ga een beetje salsa dansen. DJ's weten we helaas niet, maar het is sowieso gratis van 9:30 tot 4. 18 jaar moet zijn in de Havana Buitenhof. En voor meer partyinfo kan je altijd natuurlijk naar de website van partymedia.nl. Inderdaad. Check ook daar je foto's, staat van allemaal leuke dingen op. En ga natuurlijk ook naar onze website wastedtv.nl. Laters.